20 jaar oud en ik woon in Gent. Mijn hobby's zijn zingen en dansen. Dat is vooral wat ik doe momenteel. Ik studeer nog en ik wil later graag lerares worden in het secundair onderwijs. Ik wil graag geschiedenis geven en voor het tweede vak ben ik nog aan het nadenken. Geschiedenis boeit me heel graag. Het is zeer boeiend om te weten wat in het verleden gebeurd is. Het is ook heel belangrijk om dat te weten. Inderdaad, je moet weten wat er allemaal gebeurd is, hoe dat alles geëvolueerd is, hoe dat we tot nu geraakt zijn. Nee, maar ik wil heel graag cha-cha-cha gaan dansen in salsa. En ik ben dat aan het plannen om vanaf september te gaan doen. Nee, ik ben op zoek naar een partner. Liefst mannelijk. Ja, maar met vrienden ook af en toe naar de karaoke gaan. Het is voornamelijk een uitdaging voor mij. Het is om mij te laten ontwikkelen. Het is natuurlijk, ik krijg niet altijd de kans om op het podium te komen. Je voor de mensen laten te zien. Ik wil gewoon veel plezier hebben. En met alle meisjes, met de organisatoren. En gewoon fun. Dat is het belangrijkste voor mij. Deelnemen. Het is wel tof om Miss Armenië Belgium genoemd te worden, maar het is zeker niet het doel om te zijn, want het is voornamelijk om plezier te hebben met de meisjes. Mijn beste eigenschap, ik ben zeer optimistisch. Zeer optimistisch en sociaal, zal ik zeggen. Je zult nooit aan mij zien dat ik droevig ben of dat ik slechte dagen meemaak. Nooit. Enorm. Enorm emotioneel. Maar ik laat het amper zien. Ik ben altijd vrolijk. En ja, daar zie je dat ook aan. Altijd. Mijn vrienden komen ook altijd naar mij om plezier te maken met mij. Een favoriete film? Sound of Woman, The Ghost. Dat zijn allemaal oude films, maar ja, dat zijn allemaal heel mooie films. Mijn favoriete muziek. Het zijn allemaal verschillende genres waarvan ik houd. Ik kan niet zeggen dat het een bepaalde muziek waarvan ik houd. Zeker, ik ga zeker nog naar Armenië terug. Dat is natuurlijk mijn vaderland. Wie gaat er nu niet terug naar zijn vaderland?